Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 21 juni van Weerplaza. Vandaag is de langste dag van het jaar, daarmee is de zomer begonnen. We zagen veel zonneschijn met wat hoge sluierwolken en de temperatuur die bereikte in het zuiden van het land opnieuw de tropische waarde van 30 graden. En daarmee is daar de eerste hittegolf van dit jaar een feit. Een regionale hittegolf voor het westen van Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Op andere plaatsen, vooral in het noorden van het land, was het minder warm met 20 tot 24 graden, maar in de beeld werd het nog wel 26 graden zomerswarm. En vanavond blijft het nog lang warm met 29 graden in het zuiden van het land en 24 graden in het noorden en een zwak tot matig wind vanuit het zuidoosten. En vannacht hebben we een zwoele nacht, 21 graden in het zuiden van het land, in het noorden is het iets minder warm, 16 graden. Daar zijn wat meer wolken en kan lokaal een enkele bui vallen. En morgen warmt het al snel op. Met veel zonneschijn wordt het 30 graden op veel plaatsen. Alleen in het noorden van het land is het met 25 tot 29 graden minder warm. Maar in Limburg, bijvoorbeeld, kan het 35 graden worden. Maar de lucht is onstabiel. Lokaal kan er een enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. En ook draait de wind in de loop van de dag naar het westen. En zien we dan meer wolken, en kunnen er verspreid over het land een paar buien gaan vallen, die de warmte gaan doen verdwijnen. En op vrijdag en in het weekend is het dan in het hele land minder warm. Het wordt 21 tot 25 graden op vrijdag. De zon schijnt wel geregeld en het is een aangename zomerdag. Ook zaterdag en zondag ziet het er niet slecht uit met soms wat zon, maar lokaal kan er wel wat regen vallen. En de temperatuur ligt rond de normale waarde van 20 of 23 graden. En als we kijken naar de neerslag voor deze week, dan zien we dat er niet veel regen valt. Maar volgende week wordt het geleidelijk aan wel wisselvalliger, vooral op de donderdag en de vrijdag. En ook gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden. De warmte keert niet meer terug, misschien op maandag en dinsdag en woensdag nog wel temperaturen van 20 of 23 graden, maar in de tweede helft van de volgende week ligt de temperatuur net iets onder de 20 graden. Ik ben Diana Wouye van weerblazer.nl.